De spanning zo, wat zal ik ontdekken? Welk soort muis zal ik ontdekken? Wat kan ik nog meer ontdekken? Ik ben benieuwd wat hij gegeten heeft de vorige dag. Ja, dat is het leuke ervan. Allerlei kinderen sporen dat dinsdagmiddag op in de braakbal van een uil. In het biesboscentrum pluizen ze de ballen uit om zoveel mogelijk verschillende resten te vinden van andere diertjes. Ik heb een schedeltje. Ik denk van een muis of rat, weet ik niet. En volgens mij zijn dit knieschijfjes. Deze. En verder heb ik allemaal van zulke, ik denk dat het van ribben zijn of zo. Dit is een schedel en verder ook allemaal van die kleine botjes. Weet je ook van welk dier dat komt? Ik denk van muis. Weet je ook hoe dat erin is gekomen? Ja, omdat een uil die eet bijvoorbeeld een muis of iets. En dan spuugt hij zo'n braakbal uit en dan, en dan valt zo'n braakbal op de grond. En dan kunnen mensen het pakken en dan het uitpluizen. De maag van de uil kan botresten en schedeltjes niet verteren. Dus dan maakt de maag een mooie bal van, een slijmlaagje erheen, als een soort glijmiddel. En één keer per dag kotst hij dat uit, een braakbal. Maar de uil is niet de enige vogelsoort die zo'n braakbal afgeeft. Het zijn ook bijvoorbeeld de roofvogels. Ja, die hebben ook restanten. De merel zelfs, die heeft een klein braakballetje. De ijsvogels, want je weet, ijsvogeltjes die duiken in het water op zoek naar kleine visjes. Die verorben ze. En wat zou er dan in de uilenbal moeten zitten of in de ijsbalbal? Visgraatjes bijvoorbeeld. Om te ontdekken van welk dier je een braakbal hebt gevonden, kun je kijken naar welke resten er in de bal zitten en in welke omgeving de bal is gevonden. En dan weet je, dan kijk je in de omgeving of je toevallig een nest ziet van een uil of het nest van een ander dier. Dus als je de locatie weet, zegt het al veel in welke richting je moet zoeken.